bij het weekoverzicht van Multinu, het dagelijks nieuwsprogramma van Open Rotterdam. Ondernemers Ron en Fer die op de Nieuwe Markt bij de Pannenkoekstraat horecagelegenheden hebben, moeten daar waarschijnlijk weg. En zij zijn niet de enige ondernemers in de omgeving. Vastgoedeigenaar Markan verlengt hun huurcontracten niet, naar eigen zeggen vanwege herontwikkeling van het gebied. Wij hopen mensen die haken af in verband met de proceskosten en die hebben daar het geld niet voor. Het zijn natuurlijk kleine ondernemers. Nou, een beetje advocaat betalen, gauw 200, 250 euro per uur. Ja. Dus ja, gaat er maar aan staan. Fer en Ron zijn horecaondernemers rond het gebied aan de Nieuwe Markt in het centrum. Ze zitten er al meer dan 8 jaar, maar hun toekomst is niet zeker. Vastgoedeigenaar Mark Kan verlengt hun huurcontracten niet. En Fer en Ron zijn niet de enige bij wie dit gebeurt. Volgens Mark Kan moet het gebied herontwikkeld worden en passen sommige ondernemingen niet in hun beleid. Nou, Fer, zeg maar, jij zit hier sinds? Nou ja, ik zit hier juni 2010. En Ron met Level in 2006. Ik zit hier met twee ondernemingen, twee horecazaken, goedlopende horecazaken in een opkomend stukje Rotterdam. De pandeigenaar is op een best dringende manier probeert hij de huur dan op te zeggen, in mijn geval. En ik weet ook van nog meerdere zaken in dit gebied. Ja, het verhaal is wat hij zegt, is verdringend eigen gebruik. Wat ik zo een beetje van de mensen al die dus al verdwenen zijn uit zijn panden, zeg maar, om het zo te noemen. Ja, hij gebruikt het zelf niet. Hij verhuurt het gewoon door en door de huur te verdubbelen. Wat is het verhaal hierachter precies dan? Dit is nou overgenomen door Markan. Je hebt eerst iemand laten betalen en daarna voor een appel en ei die ruimte weer overgenomen. En die heeft het nou via knoek en verbaas in de etalage gegooid, letterlijk en figuurlijk. Ja, het idee is dat hij dit weer wil verhuren voor de hoofdprijs. Maar hij stond hier te boek van dit, zo hoort het, zo moet je horeca ondernemen. Ja. Nou, je ziet het. Nou, ze worden niet weggejaagd. Wat er feitelijk gebeurt is dat je, er wordt een procedure natuurlijk tegen gevoerd. En dat heeft best wel wat jaren met zich, brengt dat namelijk. Want je bent ongeveer 2 tot 3 jaar ben je wel aan het procederen tegen een huurder op het moment dat je een opzegging doet. Maar wat er feitelijk gebeurt is dat de huurperiode wordt geëerbiedigd. Oftewel, bijvoorbeeld als iemand voor 10 jaar een huurcontract heeft gesloten, dan moet dat volgens de wet worden geëerbiedigd. Dus ze worden niet eruit gezet voordat de huurperiode voorbij is. Er wordt simpelweg opgezegd en tegen ze geprocedeerd. En uiteindelijk zal de rechter toetsen of dat dan toegestaan is. Wij willen hier natuurlijk niet weg. Er zit hier heel veel investering van ons in. Sterker nog, op het moment dat nu de huur opgezegd wordt per 2024, denk ik in 2018, dan ga ik ieder jaar minder investeren. Een horecazaak waar je niet in investeert, loopt heel snel eruit. Je zal altijd nieuwe meubilair moeten kopen. Je zal altijd een nieuwe je bar moeten renoveren en dat soort dingetjes. Dus je moet een goed onderhoud plegen. Als je al 6 jaar van tevoren krijgt te horen dat de huur niet verlengd gaat worden, dan kun je ook niet dat ik dat wil, helemaal niet zelfs, voordat er misverstanden ontstaan, dan kun je ook je zaak niet meer verkopen, want je verkoopt een huurovereenkomst. Dat een huurder eigenlijk er lang zit, op zich is dat met name relevant voor de belangenafweging. Op het moment dat iemand daar heel erg lang zit, dan zal het eerder tot een beëindiging van het huurcontract kunnen komen. En dat iemand er al heel lang zit, dat geeft soms reden om te zeggen, ja, je zit er eigenlijk te lang, je concept is niet meer wat eigenlijk voor deze buurt van belang is, dus eigenlijk zult u moeten vertrekken. Omdat het niet meer toevoegend is voor de buurt. En wie bepaalt dat het toevoegend is voor de buurt? Dat mag een verhuurder bepalen, want die mag namelijk beleid voeren. Ik heb zeker hoop. Ook omdat ik wel denk dat wij van toegevoegde waarde zijn voor de buurt. Ja. Dus, wij zullen doorgaan tot het einde. Maar ik ben bang, hij ook, of zij ook, hè, de Markan Vastgoed BV. Ja, dat betekent dus dat we allebei wat centjes kwijt zijn. En uiteindelijk zal er iets uitkomen. En natuurlijk gaan de huurprijzen omhoog. Alles wordt duurder. Maar nogmaals, bij deze bijna een oproep, laten we met elkaar om tafel zitten zonder dat er allemaal dure advocaatkosten bij komen. En dan denk ik dat iedereen met een beetje gezond verstand er hier al uit gaat komen. Sreya Hadjar is net 1 jaar de wijkagenten van de Provenierswijk en is een nieuw initiatief begonnen. Om bewoners namelijk beter te leren kennen, opperde ze om met mensen uit de buurt mee te lopen tijdens hun rondje met de hond. Op die manier hoopt ze problemen en ergernissen sneller te constateren. Hallo, daar is ze dan. Ik hoor hem al. Ja, ik had hem al aan de lijn gedaan, want ik verwacht hem al.
Ja, hoi. Ik ben Soraya, ik ben de wijkagent van de Provenierswijk. En ik ben hier nu ruim een jaar als wijkagent werkzaam. Soraya Akar werkte jarenlang binnen het wijkteam in Delfshaven en is nu sinds een jaar de wijkagent van de Provenierswijk. En daar heeft zij een nieuw initiatief opgezet. Via Twitter en Instagram riep ze hondenbezitters op of ze tijdens hun dagelijks rondjes eens mee kon lopen, om zodoende in contact te komen met de buurtbewoners van de Provenierswijk. Mijn intentie is om met bewoners uit mijn wijk in contact te komen die veel zien en horen in de wijk. En die misschien niet altijd de politie bellen. Ik vind het een heel leuk initiatief. Ik hoop dat ik genoeg weet over de wijk. Ik woon er al wel lang. Ik woon hier 25 jaar. Precies. Ja, dat is lang. En hoe bevalt de wijk? Geweldig. Ik zou nergens anders willen wonen. De bedoeling is om met mensen, met bewoners in je wijk in contact te komen. En vooral met mensen die veel zien en horen in de wijk. Bij dat rondje in de wijk hoort natuurlijk een praatje over de buurt. Maar daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat de grote boodschap van de hond goed wordt opgeruimd. En dat gaat lang niet altijd goed. Zo. Ja, nou ruim jij het heel netjes op, maar ik weet dat dat ook wel een van de grootste ergernissen is van de bewoners hier uit de wijk. Het is een tijd heel erg goed gegaan met het opruimen. Het is zo'n kleine moeite. Hey, je steekt je hand in een plastic zakje, pakt en je gooit overal staan bakken. Ja, klopt. Ja, ik vind het een echt wel behoorlijk ergernis. Kijk, je bent als wijkagent altijd op zoek naar manieren om met je bewoners in contact te komen. Nou, de bewoners die het hard nodig hebben, die weten je wel te vinden, hè, die bellen. Maar er zijn ook een groot groep mensen die veel zien, maar die dat niet zo snel melden. En nou ja, daar zijn hondenbezitters het mooiste voorbeeld van. Ja, die zijn toch wel een paar keer per dag in de wijk op de voetjes. Ik ken heel veel mensen die honden hebben, want de hondenbezitters groeten elkaar altijd. Maar er zijn ook mensen waarmee ik praat en die ook zeggen, wat vind je van die hondenpoep de laatste tijd? Het is weer bar en boos. Ja. Ik bedoel, die zien dat inderdaad. Tijdens het rondje kunnen de bewoners dus alle ergernissen en opvallende zaken melden, terwijl ze hun reguliere rondje met de hond maken. En enkele bewoners die al hebben meegedaan, zoals Els, zien wel degelijk het nut ervan in. Wat erg leuk. Leuk om te doen. En nuttig, denk ik. Hè? Dat je zo al kletsend toch de dingen een beetje kwijt kan die je niet leuk vindt. En de dingen die je wel leuk vindt. Ja. En, dingen die je opvallen in de wijk. Ja. En met die dingen die opvallen hoopt Soraya uiteindelijk de wijk nog beter te leren kennen en ook bepaalde zaken sneller te ontdekken dankzij de ogen en oren van de hondenbezitters. Uiteraard zijn er ook wel weer dingen die voor mij ook wel weer nieuw zijn, waarvan mensen niet zo snel zouden melden of daarvoor de politie zouden bellen. Ze springen als paddenstoelen uit de grond in Rotterdam, vegan restaurantjes. Food Connector van Rotterdams Nieuwe, Paulien Schouwenburg, test de specialiteiten van Healthful, Backyard en Jack Bean en onderzoekt deze foodtrend die misschien wel het eten van de toekomst is. Vandaag gaat het niet over vlees, maar juist over vleesvervangers. Ik ga een test doen voor veganistisch eten in Rotterdam. Er komen tegenwoordig steeds meer vegetarische en veganistische tentjes bij in Rotterdam. En ik ga testen welke het beste is. Ik ben Paulien. Hi, gefeliciteerd. Hoi, fijn dat we hier mogen zijn. Waarom zijn jullie dit veganistische restaurant begonnen? Nou, welkom. Wij zijn dit begonnen omdat mijn vrouw veganistisch is. En wij elke keer tegen bepaalde dingen aanliepen. En toen dachten we van, omdat mijn horeca-ervaring zo breed is, dat we gewoon voor onszelf moesten gaan beginnen. Ja. Want waar liepen jullie tegenaan als veganist? Nou, bij sommige restaurants dat ze sowieso geen opties hadden of heel weinig. Dat ze niet echt liefdevol met het gerecht omging. En daar willen wij het gewoon wat makkelijker in maken. En dat wij denken niet in restricties, maar in alternatieven. Dus wij vinden gewoon dat je van alles mag eten in een bepaalde balans. En zo zeg maar zijn wij ontstaan. Zeg maar. Voornamelijk dat veel vegetariërs naar veganisme gaan. En dat er meer mensen gewoon bewuster zijn dat ze niet elke avond vlees eten. En de mensen die dat dus nog wel doen, proberen wij gewoon te motiveren om gewoon groentes te kunnen eten en dat je helemaal geen vlees elke avond nodig hebt. En wat mogen we straks proeven? Ja, dat is een goeie. De Marrakesh-bol. Dat is een van de hardlopers. Alsjeblieft, een Marrakesh-bol. Hij is smakelijk.
Ja, ik ben echt super onder de indruk. Sowieso hoe het eruit ziet. Echt fantastisch. Heel lekker, heel divers. Zoals je ziet, lekker groente uit de oven. Vegetarische kipstukjes van de vegetarische slager. En couscous, ingelegde citroen. En elk element heeft echt zijn eigen smaak. Dus super lekker. Ik kan het nog niet echt vergelijken met de andere. Maar voor nu geef ik het 8,5 sojabonnen. We zijn nu bij de tweede locatie waar ik mag gaan proeven. Het is Jack Bean. En dat is de veganistische fastfoodketen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Pepijn, ben jij zelf veganistisch? Nee. Echt niet? Nee. Hoe kom je er dan bij om een veganistisch restaurant te beginnen? Omdat ik het heel belangrijk vind om mensen te motiveren om meer plantaardig te eten. Mm-hmm. Ik geloof er zelf in als je echt vlees of vis als iets luxe ziet. Dus iets wat je één keer per week... waar je van geniet, wat bijzonder is, waar je dus ook een hogere prijs voor betaalt. Dan kunnen we met deze wereld uit, zeg maar. Dat kan op dit moment niet. Zeker niet op de manier waar we nu mee omgaan. Vlees is gewoon een stapel, dat hoort het niet te zijn. Het is echt een luxe product, er gaat een dier voor dood. Eer dat als je het eet. En eet grotendeels plantaardig. En wij vinden dat er een niche is qua... in het segment van makkelijk en snel. En dat willen mensen laten zien, dat je dus uitstekend plantaardig kan eten op een snelle, makkelijke en vooral lekkere manier voor de dagelijkse trek. Er zitten heel veel verschillende smaken en structuren in. Je proeft echt die ingemaakte groenten, dus een beetje zuurig, de zuurkool die erin zit. Ik vond wel bij vorige gerecht zaten er wat gegrilde groentjes bij en die mis ik hier een beetje. Dat vond ik wel heel lekker. Oké, dat was Jack Bean. Super lekker. Maar welk cijfer geef ik het? Ik geef het 8 sojaboontjes. Op naar de volgende. We zijn nu bij het laatste restaurant waar ik mag proeven. Backyard op de Korte Hoogstraat. Hier krijg ik de echte pulled no chicken te proeven. Dus een kipvervanger. Ik ben heel erg benieuwd hoe die smaakt. En die pulled pork, die ik, of de pulled chicken, die ik straks ga proeven, waar is die van gemaakt? De pulled no chicken is gemaakt van king oyster mushrooms, dus koning oesterzwammen. Die hebben wij gemarineerd en ook een barbecue smoky flavor aan toegevoegd. Waardoor het dus eigenlijk een beetje de structuur heeft van kip en van zeg maar de pulled chicken, moet zo te zeggen. We hebben er net in de middag nog iemand gehad die dacht van hey, waar is de mushroom, want ik zie geen mushroom. Ja. Oké, nou ik ben heel benieuwd, dankjewel. Oh. Nou, dat was Backyard. Super lekkere burger gegeten met oesterzwammen. Heel veel verschillende structuren weer. Een beetje pittig ook deze keer. Ik heb wel de diversiteit van de veganistische keuken ontdekt in ieder geval. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het ietsje minder dan de andere twee gerechtjes. Dus hij krijgt van mij 7,5 pepertje. Nou, super leuk om vandaag voor Open Rotterdam deze gerechtjes te mogen uitproberen. Het heeft ook weer heel veel vragen opgeroepen over plantaardig en over vlees. Dus ook als Food Connector blijf ik natuurlijk kijken wat speelt er in Rotterdam en wat zijn de vragen die jullie allemaal hebben over voedsel. Dus daar ga ik mee aan de slag. Nou, misschien tot de volgende keer. De afschaffing van de slavernij werd vorig weekend gevierd tijdens Kitty Kotti. De Afro-Surinaamse dansgroep Dependency trad deze dag door heel Rotterdam op. Ze begonnen op de Kruiskade en eindigden in Zevenkamp. Kitty Kotti. Ik ben eigenlijk een omgekeerde bounty. Ik ben bruin van binnen en wit van buiten, maar ik vind dat gezellig. Je bent beter bruin van binnen en buiten van stront. Ja, het is weer een gezellige boel in het Oude Noorden. Het is Kitty Kotti en daarmee wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Een van de optredens op het Noordplein is van de dansgroep Dependency. We vinden het belangrijk om op te treden omdat een stukje cultuur gedragen moet blijven worden door jongere mensen. En ook mensen kennis ermee te laten maken die het nog niet kennen. Dus daarom vinden we het belangrijk, vooral op 1 juli, maar ook op andere dagen, om de dans tentoon te stellen. Kitty Kotti betekent voor mij vrijheid, voor lekker feesten, herdenken en dansen. Wat vindt u van de optredens?
Ja, heel leuk. Heel gezellig. Het is allemaal de mens. Voorouders hebben die liederen toegezongen. Dus ik herken een paar van die liederen wel. Ja, dat is hartstikke fijn. Katie Coty, ik bedoel, ik ben blij om dat mee te maken ook. Je voelt je welkom en zo. Het is echt een sfeer. En met, ja, natuurlijk met deze clubje, hè. We zijn hangouderen van het Oude Noorden, dat is toch leuk? Gaan jullie eigenlijk ook nog met de voetjes van de vloer? Heb ik net gedaan, je bent te laat, wijfie. Dependency heeft een drukke dag. Ze liepen mee in een optocht, traden op bij het Kruisplein, Pijnakkerplein, Noordplein en ze gaan nu door naar Zevenkamp. Daarnet praatte er een groep meisjes op, gingen hier dansen. Wat vond u van hun? Ja, dat zeker weten. Dat het, wij, Creoolse mensen, zijn altijd bezig met bewegingen en dansen. En zonder dansen, zonder muziek, zou het leven heel saai zijn. Deze vieren, nou ja, ik vind het leuk. Het is echt een bezinvolle dag voor ons. Wat vindt u ervan dat het nog ieder jaar gevierd wordt? Vindt u dat belangrijk? Nou ja, dat de mensen, dus de generatie die er nu nog leeft, dat ze een beetje kunnen nadenken wat er in het verleden is gebeurd met onze voorouders. Dat ze het niet makkelijk hadden. Kitty Kotti betekent voor mij het vieren van vrijheid, vieren van samenkomen. En toch wel ook herdenken wat er is gebeurd. Alleen dan op een positieve manier afsluiten en blij zijn dat het niet meer zo gebeurt. Tje, je hebt helemaal moe benen nu. Ja, best wel, ja. Dit was het weekoverzicht van 010 Nu, het dagelijks nieuwsprogramma van Open Rotterdam. Meer verhalen uit de stad vind je op openrotterdam.nl en onze social media kanalen. Volgende week is er weer een weekoverzicht. Tot maandag!